zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online is gekomen. En ja, ik sta op punt om gaan te werken. Ik heb zo net ook nog een fanvideo opgenomen. Wat houdt dat in, fanvideo's? Die krijgen een klein beetje meer dan een gewone vlog. Ik heb nu de eerste fanvideo, die staat ook al online op YouTube. Ik nam hem mee achter de schermen van het website van www.cycletv.be. En zo van die dingen ga ik ook nog doen. Ik wil gaming movies maken en al. En dan als hun een ding insturen, krijgen hun eerst voorrang. En dan komen jullie ontwerpen daar ook in voor. En daar gaat dan ook nog een aparte downloadpagina gemaakt worden. Ook voor jullie. Dat jullie daar ook aan kunnen. Aan het ontwerpen en al. Even al vertrekken. Het is niet gevroren, hè? Nee, het is niet gevroren. Oh, oh yeah, kom! Oh yeah! Nee, dat gaan we al niet doen. Even mee draaien. Dus, dat gaat dus ook een aparte downloadpagina zijn. Jullie. Dus dat jullie ook aan de mappen kunnen, aan de skins, met bepaalde games. Maar jullie krijgen dan maar één pagina daarvan. Waardoor dat de leden het nog iets beter hebben dan voor het te onderzoeken. Of anders gaat het echt een massa werk zijn. En dan ga ik niet meer aan vloggen toekomen. Niet meer op filmen toe geraken en dat wil ik dus ook niet. Dus ik doe dat stilletjes aan per stilletjes, dan weten jullie dat. En nu ga ik me concentreren op de baan. Ik ben nu onderweg naar mijn wijk toe. Tot straks allemaal. Ik ben veilig en wel op mijn wijk aangekomen. Wat moet ik nu doen? Ik ga nu nog even wachten tot de bel gaat. En dan beginnen met te werken. Oh, het is nog vroeg. Maar ik ga al naar buiten toe. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Maar eerst ook nog een mondmasker nemen op mijn achterbank. Wacht, hè. Dus kijken als ik eraan kan. Ja, ik ga eraan. Voilà, een zuivere mondmasker. Hier lag nog een zuivere. Doe maar. Doe ik aan. En dan kan ik gaan beginnen te werken. Hallo Toppie. Allemaal en welkom na mijn werk. Ja, ik ben nu proberen naar 120 km per uur te rijden. Er zit al iemand al in mijn kont te peren. Ik kan niet sneller optrekken dan mijn moeilijke het is. Ja, ze moeten maar even geduld hebben tot ik aan de 120 km per uur ben. Mijn moeilijke trekt niet zo rap op hoor. Ik kan nu niet zien, ja, ik moet nu over mijn kilometer per uur gaan rijden om hem voorbij te steken. Dat ligt er meer aan de grond, mijn Coca-Cola fles. En dan nog een dame die nog redelijk snel rijdt. Ai, 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 ai. Mensen, het regent. Mensen, voldoende afstand houden, dank u. Dat doe ik altijd, de 21-22 seconden regel. Dus bijvoorbeeld als iemand een lichtbaar gepasseerd is, 21-22. Dus nu 21-22-23-24 is mijn voorligger. 4 seconden voor mij. Een hem, waarschijnlijk. Yep, een hem. Zit er
proberen op 120 per uur te rijden waar ik 120 mag rijden. Ik ben nu dus onderweg naar mijn ouders thuis toe. Ik ga daar mijn eten halen. Spaghetti is het vandaag. Lekker, 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 lekker. En dan straks doorrijden naar Bea toe. En ik ben op. Ik heb ook vandaag gepraat met de sociale dienst van Bewel. Omtrent ook... Ik ga heel eerlijk zijn ook tegen jullie toe. Omtrent mijn... ja, die zit. Ja, problemen met mijn onderbuurvrouw. Mijn werk is een klein beetje ook onderleden. Ik ben de laatste tijd ook heel snel moe. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. De sociale dienst heeft zelfs gezegd van... Je hebt rechten om in je appartement te mogen praten. Je hebt recht om naar televisie te kijken of te gamen. Nu gaat dus die sociale dienst gaat die van Open Thuis waarschuwen. En ook zeggen van hoe ik ook mij voel op het werk en al. En dat is niet meer oké. Omhoog van, ze zagen ook vroeger aan mij dat ik echt een keiharde werker ben. En dat het nu echt naar onderaf aan het gaan is. En dat is niet goed. Dat is echt niet goed. Ik ben wel vandaag terug geamuseerd op het werk. Wat heb ik vandaag moeten doen? Meer zo die typetjes in een kartonnetje steken. En daarna moesten ze ook op de band leggen. En door de bandoleermachine laten gaan. En soms ook coderen. Dus ik heb vandaag wel iets extra's gedaan. Want de codeermachine was gisteren kapot. En vandaag was die hersteld. Tijdens de namiddag pas. Zijn we in de namiddag pas begonnen. Met, dus met het product waar we momenteel mee bezig zijn. Van die huidzalf of zo. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Staat die in spookrijderstand en dan beginnen we in één keer achteruit te rijden. Oeh, schokkig. Voilà, ik ben nu bij mijn ouders thuis toe, dus ik ga jullie laten. En dan zelfs richting mijn thuis toe. En dan subiet richting mijn schatje toe. Yes. Oeh, mijn mama is er ook alweer al niet. En morgen in de oven. Kijkers, kijk eens. Hup, staat er een. Deur knopen. En ik ga nu uit de auto. Ook weer. Echt, dat is heel spannend, hè. In mijn dagelijks leven dat ik uit mijn auto stap. Ja, oké. Hier staat mijn kabel. Voor straks. Allee, tot straks allemaal. Nee hoor, ik pak jullie wel mee. Ja, ik ben nu terug thuis aangekomen. En nu, dit gaat de diepvries in, want ik heb niet echt honger. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien straks nog, ik weet niet. Maar echt honger, nee, dank u, heb ik niet. Dus dan weten jullie dat ik hier veilig en wel ben aankomen. En dan wil ik u nog iets grappigs vertellen. Ik ga het zo filmen. Ik moest even slikken. Ik ging dus thuis weg, dus bij mijn ouders, dus van mijn vader. En in één keer stopte daar in een kabinet. Ja, juist! Huis nummer 93, yes, gevonden! Ja, moest ik nog in een pakketje gaan terug naar binnen doen. Oh my god. Allee mensen, ik ga jullie nu laten. You... Tot straks allemaal. Zo mensen, ik ben aangekomen bij mijn schattige Bea. Maar nu nog even wachten tot ze mij komt halen. Dat ik naar bij haar binnen mag natuurlijk. Dan gaan we daar en zo knol kijken. En natuurlijk familie.
Want het is zo spannend tussen Albert en Anna. Nee, dus ik heb jullie laten. Dus ik ga nog even wachten op mijn schatje. Tot ze mij hier dus binnenlaat. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Jawel, er gaat nog een vervolg komen. Yeah. Oh, alleen heb ik nog zo'n jeuk aan mijn vinger. Ik weet niet hoe dat komt. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Heel leuk en aardig zaten wij op een locatie. Ja, ik en mijn schatje. Met mijn schatje is moe, hè? Ja. En ja, en dan wat down. En daarom dat ze niet even in de vlog wilt komen. Omdat ze al regelmatig al reclamaties heeft gehad. En dat willen we wel vermijden nu. Zwaar, hè? Ja. Voilà. Dus we waren dus naar onze locatie B naartoe gereden, want we hadden een nieuwe locatie gevonden. Een paar dagen goed gegaan, een paar dagen maar. Wat, ik ga nu echt zeggen waar we zaten. Nieuwenhoven. Domein Nieuwenhoven. Op de parking, lekker rustig, goed donker. Kunnen we perfect naar Enzo Knol kijken. Komt dat toch niet zeker in een politiecombi af met zijn varen op mij? Oho, ja, we kunnen het niet uitdoen, sorry. Ja, oké, ik zie jullie wel heel moeilijk, hè. Maar dat maakt niet uit, oké. Ik ben hier gewoon Enzo Knol. Even anders. Wat doen jullie hier? Zeg ja. We zijn gewoon Enzo Knol aan het kijken op mijn gsm. En we hebben ook een speciale regeling met Covida en Open Thuis en Cordium. Ah, oké. Okay. We hebben liever niet dat je hier komt staan. Ik zeg ja, oké. Okay. Kennen jullie dan nog een rustigere plaats? Ja, op de Veemarkt in Sint-Truiden. Waar echt heel veel verlichting en al is. Echt goed om rustig Enzo Knol te kijken, waar iedereen dan passeert met de auto en al. Dan voelt je ook niet echt op je 100% op je gemak, vind ik. Want dan beginnen ook de mensen zo u raar aan te kijken van waarom zit hij nu in de godsganse tijd in de auto naar de gsm zo te kijken, naar een YouTube film of zo. Dat komt niet leuk over. Daarom, ja. Gaan we echt weer al moeten zoeken naar een nieuwe, maar ook echt een nieuwe locatie. Want ik heb mijn naam ook moeten doorgeven. Excuseer. Ja, dan gaan we even terug naar onze oudere locatie. En dan ga ik zelfs afscheid nemen van mijn schatje. Zeg, ik wou al zeggen zeg, dat het weer al niet waar is. Ik zie weer al blauwe lichten, maar dat is kerstverlichting. Echt waar, nu zie je te veel blauwe lichten. Ja, nu ben ik er ook op gefocust. Maar het waren wel lieve mensen, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Hè, schat? Ja. En toen ik ook zei van, ik ben ook in een vloggen. Echt? Zo hè? Echt? Allee. Ja, ik ben een vlogger. En ik kom gewoon nu op de domein Nieuwenhoven even naar Enzo Knol kijken. En ik wil familie kijken, maar ja. Gaat nu niet meer hè, want ze hebben ons daar weggejaagd. Dat is wel jammer, ja. Maar dat kan, daar kunnen we nog niks aan doen. Hè. Dus, ze hebben eigenlijk gelijk. Hè. Ja, maar het is ook een klein beetje raar. Het is een openbare parking. Ja. Maar schatje, ja? Als het licht uit is, dan kan dat heel gevaarlijk zijn. Ja, ja, ja. Aan de ene kant wel, ja. Maar wij proberen zo weinig mogelijk straatverlichting rondom onze auto dan te hebben.
dat we toch rustig op ons gemak toch naar Enzo Knol kunnen kijken. Rustig op ons gemak naar familie kunnen kijken. Ja, en dat ging niet. Dus deze keer is het niet. Maar er komen nog wel dagen. Wat ik zeker ga doen, dat is op Google Maps Street View kijken naar doorlopende straten, bossen, waar de auto allemaal door moet komen. En daar dan een verlaten locatie zien te vinden. En misschien wel eens ooit eens dat we eens gaan doen naar een verlaten locatie van een woning of een ziekenhuis of noem maar op. Zie je daar zitten? Ik weet dat niet. Zo 's nachts, als het donker is. Ik denk dat ik dan heel veel schrik ga. Ook als je bij mij bent? Ja. Ik durf het ook niet alleen, dus ik zoek daar dan ervaren experten daarvan. Zo gelijk, misschien is dat ik eens Angelo eens ga aanspreken van MV Entertainment. Waar jullie ruzie hebben tegengemaakt van de Discord mensen. Maar ik weet ook niet het juiste, het kleinste ervan al, dus ik ga daar niet bij moeien wat er is gebeurd. Dus dan weten jullie dat. Ik ga jullie niet laten. Tot de volgende video. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte. Wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Of als er een livestream komt. Of in een gaming movie. Of misschien wel ooit in de toekomst. Een serie. Wie weet. Salut. Salut.